het ongeluk gebeurd. En de andere betrokkenen, die zijn in het ziekenhuis? Ik ben onderweg. Drie generaties Sanders. Een bijzonder tafereel. Nou ja, bijzonder. Die wilde weer ineens een paar uurtjes op zijn kleinzoon passen. Ja, ik moet heel erg naar de tandarts. Ik slaap al nachten niet. Ik heb zo'n pijn in die kies. Het trekt helemaal door. Bespaar meer details, alsjeblieft. En Valentijn is ongetwijfeld op de hoogte van je... Ja, het is heel vervelend. Ga naar de tandarts. Ja, dat is een probleem nou juist. Ik kan Wolf niet meenemen. Wat moet ik dan tegen die tandarts zeggen? Sorry, meneer, haal die boor me even uit mijn kies, want mijn zoon heeft een volle luier. Thuis kan ook helemaal niemand oppassen. Ludo en ik regelen het wel. We gaan samen oppassen. Het is ook goed voor ons. Een beetje wat tijd doorbrengen. Is prima. Ik verzet mijn afspraak. Echt? Oh, top. In ieder geval, hij slaapt nog een paar uurtjes. Daarna moet je zijn flesje. Nee, krijgt hij het warm? Ik ben bekend met baby's. Okay. Speentje ligt onderin. Doeg. Nou, wat gaan we doen? Er is een leuke tuin hier in de buurt met een prachtige Henry Moore. Zeg me niks. Nee, het wordt hoog tijd dat je daarmee kennis maakt. Jij bent toch bekend met baby's?